and I, the Alina. Een wereld in twee kampen. De spanning voelbaar, ook in Nederland. Dat is het belangrijkste moment van de allereerste partij tussen Fischer en Spassky. Het lijkt wel de Koude Oorlog. Ja, nou ja, inderdaad, ja, kan gezegd worden. Dit is de grote hal in Reykjavik die het ongenoegen heeft gewekt van de Amerikaanse schaker Bobby Fischer. Hij eiste dat de filmcamera's zouden worden verwijderd. En toen dat niet gebeurde, verscheen hij eenvoudig niet en accepteerde een verliespunt. Toen Henry Kissinger belde Bobby en zei de zwakste schaker van de Verenigde Staten belt de grootste schaker van de wereld. Go to Reykjavik, Bobby, and just smash them. Ten slotte ging de Amerikaan door de knieën. En gehoopt wordt nu dat hij verder geen moeilijkheden meer zal maken. Kijk, in deze stelling heeft Fischer zulke zet gedaan. De volgende zet is: koning gaat naar de loper en de loper wordt gevangen genomen. En daardoor won Spassky in deze partij. En de match heeft uiteindelijk Fischer gewonnen met 12,5-8,5, met grote cijfers. Dus dat was de overwinning van de Amerikanen. En de Sovjet-Unie huilde. En de Sovjet-Unie, ja. Zet tegen zet. Reykjavik 1972. Een wedstrijd als de Koude Oorlog in het klein. Met de winst van Fischer deelt het Westen de Sovjet-Unie een tik uit in de clash tussen de wereldbeelden. Ik moet bekennen dat toen ik naar emigreerde in 1972, dacht ik dat het Westen is het één grote paradijs eigenlijk. Paradijs waar je die spijkerbroeken iedereen draagt, die soort mansalaris bij ons kost. Moet je nog zitten bemachtigen. Genna Sousonko groeit op in Leningrad en wordt schaaktrainer. In 1972 maakt hij gebruik van een procedure voor Joodse Russen om naar Israël te emigreren. Een ingewikkelde, lange weg. Uiteindelijk komt hij in Nederland terecht. Al gauw gevolgd door een vriend, schaakgrootmeester Viktor Kortsnoy, die hij in Leningrad nog trainde. Het vertrek van Kortsnoy gaat alleen iets minder officieel. Stel je voor dat op het gegeven moment Johan Cruijff is naar Moskou gegaan en politiek asiel in Moskou gevraagd heeft. Zulke. Ja, dat kan toch niet? Maar dat is precies wat er gebeurt. In juli 1976 loopt topschaker Viktor Kortsnoy tijdens het IBM schaaktoernooi in Amsterdam over naar het Westen. Niet dat hij nou zware politieke redenen had. Hij had vooral het gevoel dat hij in Rusland werd gedwarsboomd in zijn schaakcarrière. En schaken, dat is nogal iets voor Russen. Want Lenin als oprichter van de Sovjetstaat, hij was een hartstochtelijke liefhebber van schaken. Het was een onder het motto, we gaan beter dan de Westerlingen dat doen. Dat was een hele schaakcultuur ontwikkeld. En net als alles in de Sovjet-Unie was iets met propaganda mee te maken. Dus de schaker waren ook een soort van propaganda. En de namen van de wereldkampioenen en de namen van de grootmeesters, ze waren helden. Dat schaken was voor de Russen echt een enorm propagandamiddel. Het was een teken van de Russische mens. Die was intelligent, die was slim. De Amerikanen, dat waren pokeraars. De Russen, dat waren echte nadenkers. Zo werd dat destijds gepresenteerd. Toen ineens iemand, notabene van hun eigen kamp, was overgelopen naar het Westen. Dat werd heel hoog opgevat als enorme bedreigingen. Mr. Kortsnoy, where have you been the past few weeks? When I made my preparation to escape last days, I arranged some safe houses for me. So I've been at my friends' houses, not in Amsterdam.
Ja. De grote Viktor Korchnoi, ja, ja, ja. In Westzaan. Ja. Met een schaakbord. Ja. Dat was dus in het Frans blad L'Express. Ik heb Korchnoi ontmoet voor het eerst op het Damrak in Amsterdam. En dat was in 1968. En ik liep daar en ik was een enorme schaakliefhebber. En ik ging ook altijd naar de hoogoventoernooien en ook nog wel naar toernooien in het buitenland. En ik herkende hem. En omdat het ook een van mijn lievelingsspelers was, sprak ik hem gewoon aan op straat. En zo is het eigenlijk een hele vriendschap ontstaan. Voor hij politiek asiel gevraagd heeft in 1976. In Hastings, in Engeland, hebben we een toernooi gespeeld, hè, samen. En toen vroeg hij aan mij wat te doen. Ik kan niet meer in de Sovjet-Unie. Wat moet ik doen? Toen heb ik aangeboden, nou ja, als je dat wilt, dan kun je tijdelijk bij mij in huis wonen. En nou, zo is het ook gebeurd. Ik kan me herinneren dat we tijdens de prijsuitreiking is hij het gebouw uitgeslopen en bij mij in de auto gesprongen. Hij was als de dood dat hij toch wel gevolgd werd, weet je, op een of andere manier. Dat iemand hem in de gaten zou houden. Dat was wel te merken. Maar hij, verder was het eigenlijk, ging het probleemloos. En hij stapte gewoon in mijn auto en we zijn dan weer aangereden, ja. Ja. En het bericht kwam, Korchnoi is verdwenen. Hij zou op het vliegveld, had hij uit Schiphol moeten zijn en hij zou terugvliegen. Maar hij is niet gekomen opdagen. Waar is hij? Your decision to stay in Holland has surprised a lot of people. Can you tell us more about your motives, your reasons? It was a surprise for a lot of people, but not for my friends who knew my desire to leave the Soviet Union. So I, especially last 2 years, I had the strongest feeling of lack of freedom, and that I cannot manage my chess activities in the Soviet Union. Nou, de impact was heel, heel heftig, want de Russen organiseerden onmiddellijk een tegenaanval. Dus er kwam een groot pamflet van, ik geloof, 50 Russische grootmeesters die hun woede uitspraken over deze verrader die de Sovjet-Unie, de bron waaruit hij had gedronken, had vergiftigd. Maar zijn naam werd een taboe. Niemand. Je kan ook vergelijken met onze tijd. De naam van Navalny werd ook niet eens genoemd door Poetin. Die bestaat gewoon niet meer. Dat is ook dat vergelijkbare situatie is. Toen hij bij mij in huis was, ja, toen werd het een ander verhaal. Toen ging hij zich plotseling realiseren wat hij had gedaan. En toen dacht hij van ja, ik moet er toch wat aan doen. Dus hij wilde dan nog wel met mij in de auto zitten. Maar dan wel graag op de achterbank met een deken over zich heen. Dus we hebben de eerste tijd nog wel met een deken over de achterbank in mijn auto gezeten. En dan, zo werd hij dan vervoerd. Maar hij was ongelooflijk bang voor de KGB en voor de Sovjets. En ik herinner me toen ik naar hem kwam, hij vroeg altijd wie is dat en hij kijkt. En hij was gewoon bang dat de Sovjets kunnen hem ontvoeren. Kan van alles gebeuren. Walter Mooi belde mij op en die zei, ja, Korchnoi zit hier. En toen ben ik daar heel paranoia, kijkend of ik niet gevolgd werd door een of andere rare taxi, ben ik daarheen gereden. En daar zat inderdaad Korchnoi. Hij zat verschrikkelijk op zijn praatstoel. Ik heb dat toen destijds allemaal opgeschreven. En dat is geloof ik een stuk van 2 pagina's geworden. Ik heb zelfs volgens mij een deel nog overgenomen later door de New York Times. Dus het was wel echt wereldnieuws dat Korchnoi dat gedaan had. De Russen zinnen op revanche. En die krijgen ze in 1978 als Korchnoi om de wereldtitel speelt tegen de Rus Anatoly Karpov, model Sovjetburger. De tweekamp duurt maanden op de Filipijnen in een complex gefaciliteerd door dictator Marcos. Een strijd tussen de Sovjet-Unie en het Vrije Westen die meer aandacht trekt dan ooit.
The president himself stepped forward to unveil a wall plaque, and then the arrival of the two gladiators, the stateless Viktor Korchnoi and the Soviet Union's reigning world champion, Anatoly Karpov. Anatoly Karpov, trots van een volk. Ja? Ja. De betekenis van die match was zodanig groot in de Sovjet-Unie dat ik weet het dat in de ontvangskamer van de minister van Sport was een directe lijn met Brezhnev. Want Brezhnev enkele keer per dag vroeg, hoe is het met onze Anatoly? Dus het is net als tijdens de oorlog, ja, hoe is het op Oekraïnse front, hoe is het op dit en dat. Dus inderdaad als oorlog werd het beschouwd. Ik ging naar de Filipijnen om die match te volgen. En dat was wel een van de meest absurdistische gebeurtenissen uit mijn leven. Je zat boven op een berg, 2 maanden lang. En met mensen die alleen maar elkaar aan het haten waren. En er kwamen allemaal hele vreemde types rond. Prostituees, hoeren, alles liep er rond. Het was een mengeling van lage en hoge cultuur door elkaar, van sport en niet soort van spionnen. Hare Krishna liep er ook rond. Die ging ook in die speelstijl gingen ze bidden. Het ging maar door de hele dag. Good afternoon, sir. Are you going to try to even the score today? How's your cold, sir? Do you feel all right? Good, sir. Good, sir. Not good. Good luck, sir. Good luck. Good luck to you, sir. Het was ook in de zekere zin een kale oorlog in miniatuur. Ach, je wilt me geen hand geven? Dan draag ik bril, zei Korchnoi, een soort spiegelbril. Met als je kijkt mee aan, dat zie je jouw eigen gezicht. Ik denk dat die ego van Korchnoi voor de match was het grondig onderzocht bij de KGB. Het is geen paranoia hoor, wat ik zeg. Ze hebben tot conclusie gekomen dat hij zodanig makkelijk opgevonden wordt. Dat moeten we dat gebruik van maken. En ze deden dat op prachtige wijze. En ze hebben dus één iemand gebracht, een psycholoog of parapsycholoog, wat dan ook, die 5 uren lang zat tijdens partij in de eerste rij naar hem te turen. My demand to remove that guy who came from the Soviet Union, to remove him from the chess hall, because he is disturbing me and he is on the visual and mental, psychological and hypnotic connection with Karpov. Ja, er waren allemaal kinderachtige incidenten waar ook niemand verder in geloofde. Maar ik weet dat tijdens de partij Karpov een yoghurtje opat uit zo'n... er kwam natuurlijk meteen een protest van Korchnoi van... wat is dat voor yoghurt? Is dat wel kosher? Krijgt hij via die yoghurt niet allemaal geheimzinnige signalen? zo ging dat ongeveer. Korchnoi dan een kopje koffie nam, dan kwamen de Russen weer met een protest van dit is toch hele rare koffie. Het was allemaal onzin. Maar het was alleen maar onzin bedoeld om de ander uit zijn concentratie te halen. En die psychologische oorlog voeren. En dat moet je wel zien tegen het licht van die Koude Oorlog. In een eigenlijk onnozele partij heeft Korchnoi het toen verloren. Zo slaan de Russen terug en is de schaaktitel weer waar hij hoort, in de Sovjet-Unie. Propagandaslag gewonnen, gezichtsverlies voorkomen.
Ну, взял корону. Всем жив. Потому что за корону, знаешь, дерутся.